Er is al jaren een tekort aan leraren, vooral in het primair onderwijs. Zo ook bij basisschool De Pijler in Rotterdam-Zuid, waardoor Wilma, die al lang met pensioen zou gaan, nog steeds aan het werk is. Ik was 18, toen stond ik voor de klas en ik ben nu 64, dus heb ik 42 jaar voor de klas gestaan. Vorig schooljaar zou mijn laatste jaar zijn, dus dit jaar zou ik al met pensioen geweest zijn. Mijn man was toen directeur van deze school. Aan het eind van het schooljaar bleek dat hij de formatie niet rond kreeg. Hij kreeg alle klassen niet bezet. Er was nog één leerkracht die ging met zwangerschapsverlof en dat vormde echt een probleem om die vervangen te krijgen. En toen werd er gevraagd van, zou jij dat willen doen? En toen heb ik aangeboden van, nou, ik wil het schooljaar afmaken, maar wel in mijn klas. Nou, dat vond iedereen alleen maar fijn. Wat verder in het schooljaar ben ik ook nog een dag extra gaan werken. Ik ben van 3 naar 4 dagen gegaan, omdat ja, de formatie bleef een probleem. We merken dat de vacatures moeilijk te vervullen zijn, vacatures open blijven staan. Dus dat maakt het gewoon erg lastig. De klassen zijn al aardig vol. Ja, lokalen staan er eigenlijk niet toe dat we met meer dan 30 kinderen in het lokaal zitten. Nou, voor een 1-2 dagen is er een paar kinderen erbij wel op te lossen. Dan moet je ze echt verdelen over verschillende groepen. Maar als het om langdurige vervanging gaat, is dat ja, echt geen oplossing. Dat kan alleen maar voor korte vervangingen. Het probleem leraartekort blijft voorlopig nog wel eventjes. En daar gaan we nog echt wel een aantal jaren last van houden. Dus de situatie zal er niet makkelijker op worden. Zeker niet in Rotterdam en andere grote steden waar ja, iedereen uit een kleine vijver moet vissen. En ja, die vijver is inmiddels al redelijk leeg. Dit is nu mijn laatste week en ga ik nu echt met pensioen. Ik heb aangeboden van mocht er ja, met ziekte of zo een invaller nodig zijn, dat ik wel bereid ben om in te vallen. Dat het wel een beetje afhankelijk is van ons programma wat ik dan heb. Ik vind het fantastisch om met de kinderen te werken, om mee te helpen aan de ontwikkeling van de kinderen. En als je dan ziet dat kinderen die ontwikkeling doormaken, ja, dan kan ik alleen maar reuze trots zijn op ze. Het is hard werken, maar je hebt er zoveel voldoening van en zoveel plezier met de kinderen, dat ik alleen maar kan zeggen, het onderwijs is gewoon superleuk om te doen. Dat er mensen zoals Wilma zijn die een deel van het probleem tijdelijk kunnen oplossen, is geweldig. Maar het is natuurlijk te gek voor woorden dat het lerarentekort ervoor zorgt dat mensen niet met pensioen kunnen gaan.